Ik denk na een paar maanden dat toch wel veel mensen er scheid aan hebben. Guys, it's a real thing. Of course I'm scared of getting infected because I'm living here by myself while everyone else probably have a family to go to. Mijn moeder behoort tot de risicogroep. Ik vind het gewoon belangrijk dat zij zo min mogelijk in contact komt met mensen, zodat ook de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Ik denk dat jongeren zich wel steeds minder aan de regels houden, omdat het nu ook zo lang duurt. For example, I can see a lot of people in Centrum or at the beach, so close together, without a mask, in a group. Ja, het is eigenlijk heel simpel, want ja, het is alleen maar anderhalve meter houden en je gewoon niet een hele grote groep begeven. Ik snap dat je jong bent en een leuke tijd wil hebben, maar als we het met z'n allen even goed doen nu, dan is het misschien volgend jaar weg en dan kunnen we volgend jaar weer wel lekker helemaal losgaan. Mensen gaan ook voor een SOA-test, die is ook gratis, maar ga ook gewoon voor een coronatest.